Ik heb nog niet echt het gevoel dat mijn wereld nu veel donkerder is. Super chill. You know the fucking concept. Hoi, ik ben Ellie. En ik ben Rens. En welkom in ons drugslab. En je hebt allerlei verschillende soorten drugs op de hele wereld. En wij nemen ze tot ons om te kijken wat het met ons doet. Ja, zodat jij het niet hoeft te doen. En ben je benieuwd naar een drug? Laat het weten in de comments. En wie weet, proberen we het wel uit. En Oncourt, Pablo en Tinus, die waren heel erg benieuwd naar 2CE. Dit is onze 2CE. Het is een poeder en het heeft het o zo bekende muurkleurtje gebroken wit. 2CE behoort tot de 2C-familie, net als 2CB. Maar 2CE is wel net ietsje sterker en ietsje heftiger dan 2CB. Ja, zeggen dat je er zeg maar wat duistere kleuren van kan gaan zien. Ook wat duistere gevoelens kan van gaan hebben. Ja. Terwijl ik ook wel mensen heb gelezen die zeiden, nee joh, ik was echt euforisch en ik had lachkicks en ik vond het fantastisch. Ja, het is moeilijk te voorspellen. Ja. Want op iedereen heeft het weer een ander effect. Ja. Dus het is zo moeilijk om van tevoren te zeggen van dit gaat het doen of dat gaat het doen. Maar het is volgens mij wel dat je heel veel kan gaan voelen. En wat ook echt heel belangrijk hierbij is, is dat je echt niet een te hoge dosis neemt. Want eigenlijk iedereen die gewoon dacht, hup, ik ga er vol voor, die kwam in een bad trip terecht. En die vond het echt heel heftig. Rustig aan beginnen. Het is ook moeilijk stuurbaar, moeilijker dan 2CB. Dus het is inderdaad gewoon een beetje met de flow meegaan. En het ligt er heel erg aan hoe je je voelt. Hoe voel je? Ja, ik zit goed in mijn vel. Ik heb de afgelopen tijd ook heel gezond geleefd. We gaan het zien. Ja. En jij gaat het doen. Ja. Oké, band zit erom. Begintemperatuur 37,1 en 112 beats per minute. Ja, ik weet gewoon niet wat ik kan verwachten. En überhaupt, ik heb nu truffels gedaan, ik heb 2CB gedaan. Het is toch wel heftig, want ik ben ook wel iemand die de controle graag wil houden. En ja, je gaat gewoon spacen en kleuren zien en dat vind ik best wel spannend. 2CE kun je in een capsule doen en dan innemen. Of je kan het snuiven, maar dat raden we echt af omdat het super pijnlijk is en redelijk onvoorspelbaar. Maar de meest gebruikte manier is toch wel om het gewoon te mengen in water en dan op te drinken. Dus dat is ook hoe jij het gaat doen. Ja, de dosering bij 2CE luistert echt super nauw. Een lichte dosis is 5 à 10 milligram. Dan wat zwaarder 5 à 15. En echt een sterke dosis is 15 tot 30 milligram. Ja. Maar dat raden we echt helemaal als je een beginner bent en hier nog nooit aan gezeten hebt, echt ten strengste af. Ja. Zeg maar, bij een lage dosering lijkt het een beetje op ecstasy. En bij een hoge dosering gaat het wel echt lijken op LSD. En bij snuiven zijn de doseringen heel anders, dus dat raden we ook gewoon af. Ik ga voor de 10 milligram. Zeker, omdat dit de eerste keer is voor jou. Je weet nog niet precies wat je kan verwachten. Je hebt natuurlijk wel TCB gedaan, maar dat is toch ook weer heel anders dan dit. Na 20 tot 90 minuten gaat het werken. Maar er zijn mensen die echt wel 14 uur lang getript hebben. En dat is dan wel bij een hoge dosering. Maar toch. Dat is wel echt lang. Ja, is echt lang. 10 milligram. We gaan het afwegen. Ja. Nou, onze 2CE is getest. En het hoofdcomponent is gelukkig ook 2CE. Dat is heel fijn. Ze hebben het ook getest op andere middelen. Maar die konden ze hierin niet vinden. En de dosering is daarop ook van afhankelijk. En je eigen ervaring. Bij het water. Echt weinig, hè? Ja. Je moet dit natuurlijk niet met alcohol mengen of met andere drugs. Want dan ga je gelijk combineren en dat is gewoon niet slim. Oké, nou, op een hele fijne trip. Proost. Cheers. Oh, ik proef er echt helemaal niks van. Nee. Nou, wat er nu bij jou gebeurt. De werkzame stof 2,5-dimethoxy-4-ethylfenethylamine. Die bindt zich aan je 5-HT-receptoren. En die zorgen voor afgiftes van serotonine. 2CB zit ook op die receptoren, maar die hebben een iets ander effect. Die receptoren die hebben invloed op je stemming, je slaap, je eetlust, je seksuele... Staat. Zin hebt. Ja. Ja. In tegenstelling tot MDMA puttelt je voorraad serotonine niet uit. Nee, precies. Dus dat is dan wel weer fijn. Maar het kan dus wel alle kanten op gaan. Je kan dus heel veel zelfvertrouwen ervan krijgen. Heel weinig.
ja, super geil worden. Ja. Maar ja, het is wel, raakt wel allemaal verstoord. Ja, en wat heel vaak voorkomt zijn closed eye visuals en ook open eye visuals. Ja. Dus mijn beeld gaat waarschijnlijk wel een beetje veranderen. Als je gaat trippen bestaat er natuurlijk altijd een kans op een bad trip. Als je meer zou nemen, dus een hogere dosering, is die kans groter. Nou, een bad trip is dat je je gewoon angstig gaat voelen omdat je je gedachten niet meer onder controle hebt. En je komt eigenlijk in een negatieve en angstige spiraal terecht. En dat is geen pretje. Ja, en als iemand dan een bad trip krijgt, dan is eigenlijk het belangrijkste dat de tripzitter vooral diegene gerust stelt. We zijn 90 minuten verder. Ja. Je zit een beetje aan je arm. Ja. Wat is er aan de hand? Ja, deze is een beetje zwaar. En af en toe krijg ik inderdaad een soort prikje en ook boven op mijn hoofd af en toe een soort stekeltje in mijn hoofd. Ik voel me wel chill. Ben je echt aan het trippen nu? Nee. Kom ik zo over? Nee. Nou ja, ik weet niet wat jij ziet of wat je voelt. Nee, ik zit even te voelen, maar mijn beeld gaat een heel klein beetje. Zeg maar, het lijkt alsof het een heel klein beetje ademt. Dus dat alles gaat zo. Wat je ook met 2CB had, met je handen. Ja, en maar nu mijn handen zien er dan op zich niet raar uit. Maar ik ben wel heel zen. Ja, heel rustig. Ik hoor trouwens wel veel dingen. Oké. Nee, maar meer gewoon alle geluidjes heel goed. Ik hoor mezelf ook goed praten. Maar visueel, niks eigenlijk. Nee. Ja, maar ik heb nu wel eens een keer getript en ik weet wel hoe je echt, zeg maar, open eye visuals en closed eye visuals kan hebben. Ja. En dat is dit niet. Nee, hè? Nee. Oh, wel af en toe zo'n prikkie in mijn hoofd. Dat klinkt ook niet fijn. Nee. Want als ik er overheen ga, is dat anders? Voelt het anders? Nee. Je bent er ook nog wel goed bij. Ja. Je bent nog gewoon op deze wereld. Zeker. Ja, dus er gebeurt ook niet zo heel veel. De lichten zijn wel echt superveel. Wat ze wel weer zeiden bij die 2CE's, dat je ook een soort van donkere kleuren kan zien. En ik heb nog niet echt het gevoel dat mijn wereld nu veel donkerder is. En lekker aan trippen? Nee. Nee. Helemaal niet. Balen. Ja, ik heb me er echt op verheugd. Ja, ik ook. Je bent helemaal in de mood. Ja. Ik wilde gewoon een lekker tripje maken. Ik weet dat ik me erbij neer moet leggen. En gewoon denken, ja, weet je, het werkt niet. Klaar, volgende keer leuker, neem ik wat meer en dan. Maar toch denk ik, kunnen we niet gewoon een beetje bijnemen? Misschien werkt het wel. Ja, dat gaan we dus niet doen. Nee, ik weet dat het werkt niet. Nee, daar ga je niet van trippen. Het verhoogt alleen de risico's. Dus je basale functies, zoals je bloeddruk, je hartslag, ja, die gaan dan wel verder omhoog. Ja. En dat is gevaarlijk. Ja, zo belanden mensen dus bij de EHBO. Ja. Of in het ziekenhuis. Ja. Maar nu weet ik wel, de volgende keer dat ik dit ga doen, zal ik waarschijnlijk ietsjes meer nodig hebben. Ja. En waarom bijnemen geen zin heeft, is omdat er gelijk tolerantie wordt opgebouwd. Ja. Dus het is of gelijk aan, maar daarna moet je niet gaan bijnemen. Heeft geen zin. Nee, of dan zou je in zulke grote hoeveelheden dat moeten doen, maar dat slaat helemaal nergens op. Nee, want dat is weer gevaarlijk, ja. Ja, maar ik kan me echt heel goed voorstellen als je nu met een groepje vrienden bent en dat wil gaan doen, of op een festival bent, en als dan jij net degene bent bij wie het niet werkt. Dan baal je. Ja, nou, en dan ga je dus ook in gevaarlijke, dat je denkt, nou, ik ga gewoon maar alles in mijn mond stouwen wat ik maar kan vinden. Ja. Want ik wilde trippen. Nee. Dus wij moeten ons er ook gewoon bij neerleggen. Het is goed zo. We hebben het goed gedoseerd, het is getest. Ja, voor mij is het ook een les, want ik heb nog nooit gehad dat iets niet werkte. En nu moet ik me er ook gewoon bij neerleggen. Er is ook nog heel weinig onderzoek gedaan naar 2CE en de effecten hiervan. Ja, dus ga je dan ook gewoon niet meer experimenteren. Want nu heb ik eigenlijk al een beetje de nare lichamelijke effecten. Dat ik ben een beetje misselijk, ik heb een beetje speldenprikjes in mijn hoofd. Ja, een beetje een slappe arm of zo. Dat als ik nog meer bij zou nemen, dat alleen maar die lichamelijke effecten heftiger worden. Dus dat ik dan nog misselijker zou worden en nog meer dat mijn hartslag en mijn lichaamstemperatuur omhoog zouden gaan. Ja. Voelt ook gewoon niet goed. Maar dat is ook het ding van drugs. Weet je, de ene keer heb je een hartstikke leuke trip, de andere keer kom je misschien wel in een bad trip. Ja. Of het werkt gewoon helemaal niet. Zelfs vandaag. Baal er nu een beetje van. Ik ben benieuwd hoe ik hier morgen over denk. Weet je wat grappig is? Eerst dacht ik echt, shit, ja, het is eigenlijk gewoon voor mijn lichaam was dit gewoon te weinig. Ik ben natuurlijk ook wel gewoon echt een pakje sterke vrouw. Nee, maar dat kan gewoon gebeuren. Maar eigenlijk heb ik me de hele avond heb ik me
super chill en zen gevoeld. Gewoon heel bewust. En ik had ook allemaal zin om dingen te doen. En ik weet niet, ik had zin om te schilderen. En om mooie dingen te maken. Ik heb ook heel lekker geslapen. En vandaag werd ik hetzelfde wakker. Heel bewust, relaxed. Dus ik heb eigenlijk een beetje het gevoel alsof ik heb gemicrodosed. Het is ook gewoon goed om je neer te leggen bij het feit dat iets misschien niet helemaal wauw heftig was. En ik zou het natuurlijk nog wel graag een keer willen proberen. En dan wat meer. Ik dacht, het heeft wel iets met me gedaan. Ik ben nu wel benieuwd dus wat het dan nog meer met je geest kan doen. We hebben dus ook een eigen persoonlijke Instagram. Voor als je wil weten wat we nog meer allemaal naast ons drugslab leven doen. En drugslab BNN heeft ook een eigen Instagram account. Dus ga ons even volgen. Oh ja, als je nou het 2CE wil gaan proberen. Check dan even de do's en de don'ts. Het kan dus ook wel uitpakken dat het gewoon een veel heftigere, intensere ervaring is. Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Oké. Veel liefs en tot volgende week. Mwah!